Commissaris, ik overhandig u hier het coalitieakkoord. Verbindend vooruit met uitroepteken voor de komende 4 jaar voor de provincie Noord-Holland. Nou, GroenLinks is natuurlijk sowieso heel trots dat er nu een akkoord ligt. En wat voor ons echt heel belangrijk is, is dat we structureel geld gaan vrijmaken voor het klimaat. Klimaatcrisis is wat mij betreft een van de grootste uitdagingen die op ons afkomt. En Noord-Holland gaat daar nu echt structureel te beginnen met 11 miljoen op inzetten. Daar zijn wij ongelooflijk blij mee. Als Partij van de Arbeid zijn we het meest trots op het feit dat we aan de slag gaan met het maken van voorzieningenakkoorden samen met gemeenten. Cultuur, sport, dorpshuizen, het is het cement van onze samenleving. Die staan echt onder druk. En dus we zijn blij dat we daar samen met gemeenten in gaan investeren. Nou, waar ik heel trots op ben als VVD, is dat we na jaren van toch wel restrictief beleid op woningbouw nu eindelijk als provincie de gemeente meer ruimte geven om ook buitenstedelijk te bouwen. Dus onder andere in aansluiting op de bestaande bebouwing, maar ook aan de randen van dorpen en kernen. BBB is er heel erg trots op dat wij de verbinding gemaakt hebben tussen stad en het landelijk gebied. Het landelijk gebied wordt redelijk vaak genoemd in het coalitieakkoord. En ik denk dat dat een hele mooie mijlpaal is waar wij met z'n allen heel trots op kunnen zijn.